Deze beschouwing die gaat over scheiden, wat ouders doen, hè, en kindermishandeling. Het is nu donderdagavond, 6 juni, dacht ik, 2019. Ik heb een scheiding meegemaakt. Mijn dochter heeft na de scheiding, de maanden daarna, alles bij elkaar, ik denk iets van 40 uur lopen huilen. Ik laat maar even een pauze vallen. Als ik daaraan terugdenk, dus scheiden, hè? Als ouders gaan scheiden, dat is zo erg voor de kinderen. En als ik dan denk aan het gemak waarmee ouders dat doen, ja, dan moet ik moeite doen om mijn woede te onderdrukken. Dat beschouw ik dan even, hè? Dus dat neem ik waar aan mijzelf. En dat komt omdat ik zielsveel hou van mijn kind. En ik heb haar zien huilen. En 2 dagen later weer. En als ik dan denk aan die mensen die toen in onze omgeving waren, en die zo hun schouders ophaalden van, ach ja, nou, ja, dat maakt niet uit. Ik moet moeite doen om mijn woede te onderdrukken. Naar die mensen toe. Het is verschrikkelijk, namelijk. Het is heel erg wat er kinderen wordt aangedaan. Nou is het zo dat ouders die de godganse tijd ruzie maken, dat is natuurlijk ook niet leuk voor de kinderen. Maar dat is niet altijd zo. Voordat er besloten wordt tot scheiden. En dat vind ik erg. En de gevallen van scheiding die ik dan ken, dan zijn het vrouwen en die willen wat anders. En die vragen dan een scheiding aan. En die mannen hebben het nakijken. Dat is wat ik dus zie, hè? Dat is beschouwend, hè, in mijn omgeving. Ik vind dat gedrag van die vrouwen, inclusief het gedrag van de moeder van mijn kind, die dat precies zo heeft gedaan. Ik vind dat walgelijk. Door achteraf bezien dat ik, ja, ik had die vrouw nooit zwanger moeten maken. Ja. Maar ja, dan had ik ook mijn dochter niet gehad. Ja. Dus tja. Ik hou van kinderen. En het belang van mijn kind heeft altijd prioriteit gehad boven mijn eigen belang. Niet dat alles kon. Maar in principe wel. In principe als mijn dochter iets nodig had of iets wilde of wat dan ook, dan ja, minimaal dacht ik erover na, over hoe ik het zou kunnen realiseren. Want het is je kind. En nu is het 19 en ja. Ja, in principe hoef ik er niet veel meer voor te doen. In principe hoef ik er niks meer voor te doen. Ik heb er laatst een horloge gegeven. Een oud horloge van mij. Heb ik nog laten opdingsen, want het liep niet meer. Maar het was een batterijtje wat leeg was. Oh, en er moest een nieuw bandje om. Ja, alles bij elkaar toch nog een paar tientjes hoor. Terwijl ik momenteel niet veel geld heb. En ik heb nog wat anders voor haar geregeld. Iets met dat, ze heeft een kamertje en ze luistert graag naar muziek. Ze heeft alvast wat platen van me meegekregen en een voorversterker voor de platenspeler. Nu ga ik wat nieuws voor haar maken dat ze... Lalala, iets met haar installatie. Ga ik een beetje knutselen. Vind ik wel leuk. Maar de zorg is voorbij. Het is niet meer zoals vroeger. Toen ze echt afhankelijk was van mij. Het is nu veel makkelijker. Voor mij. En aan de ene kant mis ik het wel hoor. Die periode dat ze zo afhankelijk was van mij. Ja, dat vond ik er ook wel ja, fijn of zo. Hè? Dat je die verantwoordelijkheid hebt. En dan kwam ze ook regelmatig bij mij. Ah, dat vond ik wel leuk. Maar die scheiding, echt, man. En heb ik dan gelezen dat in Nederland de helft van de huwelijken eindigt in een scheiding. Ik vind het kindermishandeling. En dan 70% van die scheidingen, dat wordt aangevraagd. Of die worden aangevraagd. Door de vrouw. 70%. En wat hebben die mannen fout gedaan? Maar niks. Oh, ik heb niks fout gedaan. No way. Maar er wordt zo makkelijk over nagedacht. Hè? Van, oh, nee, dan... oh, dan ga je toch scheiden? Dat maakt toch niet uit? Ja, het maakt wel uit. Het is verschrikkelijk voor je kind. En ook na die scheiding, want ik ben de deur uitgegaan toen mijn kind 10 was. Ah, man. Toen zijn er in het ouderlijk huis allemaal dingen gebeurd. Geheel tegen mijn zin in. Het huis werd bijvoorbeeld één grote puinhoop. Oh. En die moeder van mijn kind, dat is een rare snoes aan. Die was dan heel erg bezig met allemaal mannen. Elke dag bezoek van weer een andere kerel. En mijn dochter zit dan in die woning. Ja, dat is allemaal heel erg. Was ook een keer dat... Ik had er nog voor gezorgd, dat was vlak voordat ik daar de deur uit ging, dat mijn dochter een drumstel zou krijgen. En 2, 3 maanden daarna zit mijn dochter tegen mij en ik vond het gezeur. Ze wilde een ander bekken. Ik zei, nou, je hebt net een drumstel gehad, gloedje nieuw. Ja, niet van een hele goede kwaliteit, maar gewoon het was maar een oefendrumstel. Zo. Ik zei, het is nou even mooi geweest hoor. Maar als jij het seizoen afmaakt, het lesseizoen, of het lesjaar, ze zat op drumles. Dus als je dat nou afmaakt en je wilt nog steeds doorgaan, nou, dan gaan we van de zomer voor jou op zoek naar een mooi bekken. En dan weet ik wel hoe ik eraan moet komen. Ik heb jarenlang muziek gemaakt en genoeg contacten. In die business. En dan komt ze 2 weken later bij mij naar binnen en zegt ze, nou, ik heb een nieuw bekken. Ik zeg, wat nou? Die moeder had er lucht van gekregen en had gelijk zo'n vriendje van haar gebeld. En dan kun jij niet even een bekken regelen voor dat kind, of ik wil graag een bekken, dat kind. Dan kreeg ze het wel van een andere vent. Ja, ja, dat is de bedoeling niet, hè. Dat is het ondermijnen van mijn gezag. En dat gebeurde niet 1 keer, dat gebeurde regelmatig. Dat is ook een vorm van kindermishandeling. Want een kind heeft namelijk recht op een vader. En die vader moet die vaderrol kunnen doen. En is dat niet zo? Ja. Dat is niet correct voor het kind. Dat is niet hoe het hoort. En alles wat niet is zoals het hoort, dat is geen correct handelen. En dat is dus een mis. Niet raak, maar mis. Dus dat is mishandelen. Kinderen hebben een vader nodig. Die vrouwen die kunnen dat niet in een eentje. Ja. Dat zie je dus aan de moeder van mijn kind. Ik was daar de deur nog niet uit. Er zat al een andere kerel op de bank. En dan mag je nog blij zijn dat er niet zoiets plaatsvindt als seksuele kindermishandeling of zo. Want wat voor een kerel haalt ze naar binnen, snap je? Is die vent wel een beetje kosher? Ja, ik zeg het maar. Noem het beestje maar bij het naampie. Hè? Ja, toch? Ja, het is droevig. Het is een droevige zaak. Dat is het. En de droefheid zit hem erin dat er zo makkelijk over gedaan wordt, terwijl het gaat om mensen. Kijk, mijn ouders die zijn ook gescheiden. En... ja, en toen ze uiteindelijk gescheiden waren, toen dacht ik, hé, poepoe, nou nou. Maar dat was ook wel een groot drama. Wat een heisa. Mijn vader dronk heel veel alcohol. En ja, dat was echt... Ja, dat wil je dus niet in huis. Hè. En ik vond toen dat mijn moeder strikter had moeten zijn. En, ja, een man die zoveel drinkt, die moet je niet... in huis willen, dulden, gedogen. Maar ja. Dat is dan een ander verhaal, vind ik hoor. Ja, ik wil mijn gedrag van mijn vader niet goed spreken. Dat was behoorlijk problematisch wat die man deed. Wat is toch wat, joh. Ja. Je moet voor, als ouders, je hebt een kind en het is dus jouw kind in die zin dat jij er verantwoordelijk voor bent. En je brengt dat offer maar. Dat is wat God van je verlangt. En als je niet aan dat soort termen doet, dan kan ik je zeggen, nou dat is wat de wil van je verlangt. Ja, want het is of zo dat je gelooft aan God, in God. Je bent filosofisch aangelegd en dan is voor jou de term de wil. En er is maar één wil, er is geen vrije wil. Er is maar één ondeelbare wil. Dus even Arthur Schopenhauer, dat is logica, man. Nou, en binnen de wil valt het, hoort het zo te zijn, dat de ouders die zorgen voor het kind. Of kinderen. En als die ouders mot hebben, oneenigheid hebben, of wat dan ook, dat is allemaal best. Maar dat spreek je maar uit als de kinderen naar bed zijn. En niet gooien met het huisraad AUB. Want je hebt een kind. Snap je? Ja, hou er een beetje rekening mee. Zoals Spinvis, een mooie, in een van zijn liedjes, die Nederlandse artiest. Die zo mooi zegt, neem dan godverdomme geen kind dan. Ik vind het gebruik van het woord GVD niet zo... Ja, ik wil het niet propageren, maar in dit geval, in deze context, vind ik dat je dat mag gebruiken. Want er zijn wat ouders hoor, die het belang van zichzelf... Ja, boven dat van hun kind stellen... Ja, waar haal je het gore lef vandaan? Dat hoor je niet te doen, snap je? Dit is een niet kosher. Snap je? Dat zijn zo van die dingen. En je hebt je verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt als dat jij een huisdier neemt. En je neemt een hond. Ja, met die hond moet je er echt 2 keer per dag, 3 keer per dag naar buiten. Of je moet een hele grote tuin hebben dat die hond zelf in de rondte kan lopen. En als je dat te veel moeite vindt, nou, dan neem je een goudvis. Maar als je een goudvis neemt, dan moet je eens in de zoveel tijd die kom schoonmaken. En als je dat te veel moeite vindt, nou, dan neem je een... dan neem je een plant. Ja, die moet je wel af en toe water geven. Als je dat te veel moeite vindt... Oh. Dan koop je een plastic plant... Maar als je een kind neemt, dan ben je er helemaal voor verantwoordelijk. Zeker de eerste 14 jaar. En eigenlijk nog een tijdje daarna ook. Nou, en dan is het kind groot genoeg. En nou, dan is het leuk als papa en mama harmonieus met elkaar omgaan. Want wat stelt dat nou voor? Wees nou eerlijk. Ja, ik ben op hem uitgekeken. Ja, ga toch weg. Ja, een beetje mensen ontwikkelt zich... Moet je goed opletten. In ieder mens zit een ontwikkeling. Niemand staat stil. En die ontwikkeling die maak je mee en daar groei je in mee en ja. Kom op, man. Je hebt er toch ooit samen voor gekozen om kinderen te krijgen? Nou dan. Gewoon bij elkaar blijven. Er kwam in de jaren '70 zo'n kreet van... ja, sommige ouders blijven bij elkaar voor de kinderen. En dat was dan negatief. Nou, het is inderdaad niet zo leuk als je alleen maar voor de kinderen bij elkaar blijft. Maar als je samen beslist dat je voor de kinderen bij elkaar blijft... dan heb je in ieder geval... iets gemeenschappelijks. Namelijk dat je allebei geeft om de kinderen. Kijk, en dat is fijn. Maar voor de rest van ja, als de een wat wil en die ander heeft er geen zin in, dan moet je daar maar even voor gaan overleggen. Een relatietherapeut kan daar echt bij helpen, hoor. Moet je niet zo'n zak hooi hebben als die wij hebben gehad, maar nou, een beetje goeie. Ik weet ook niet zo 1, 2, 3 waar je die moet vinden, maar nou, je kan het proberen, heb je? Maar je hebt maar 1 leven. Ja, en je partner is toch echt jouw partner? Tja. Je mag het je kind niet aandoen om uit elkaar te gaan. Dat is wat ik wil zeggen. Daar is dat grut niet mee gebaat. En al helemaal niet als je uit elkaar gaat en dan voor je eigen kiest en daarmee dus je eigen leven, je eigen belang boven dat van je kind stelt. Kijk, als een van beide partners zich echt misdraagt, zoals mijn vader deed, ja, ongelooflijk veel suipen en ik weet niet van toestanden en dan werd hij ook nog agressief en ja, dat is allemaal niet zo geinig. En dan moet er maar een bijl ingehakt worden, hoor, ingezet worden. Ja. Maar als dat niet speelt, zie ik geen reden tot scheiding. Ik ken trouwens het geval van een goede vriend van mij. Die is nou overleden, heel jammer. Maar die zijn ouders, die... Wat was het nou? Zijn vader, die was directeur... Maar die werd ontslagen. En die is toen aan de drank gegaan. Ja, dat is ook zoiets, dat is dus misbruik, dus abusive. Ja. En toen zijn ze gescheiden, zijn ouders. Ja. Maar toen was hij het huis al uit. Maar later is die man gestopt met het vele zuipen en... Inmiddels had hij een andere vriendin opgescharreld. Maar hij ging nog steeds heel liefdevol om met zijn ex, met de moeder van zijn kinderen. Dus niet elke scheiding hoeft uit te lopen op een drama. Maar het is wel dramatisch als het gaat zoals het mij is overkomen. Dat je als man de deur uit wordt gezet, terwijl je niks fout hebt gedaan... En dan komen vervolgens allemaal hulp Sinterklaasen langs. En die nemen wel eventjes jouw vaderlijke rol wel even over. En het huis wordt één grote bende. En oh. En je kind was daar de dupe van. En die moeder zo van, ja, mijn belang telt zwaarder dan het belang van het kind. Dat heeft ze ook gewoon gezegd, hè. En dan krijgt zo'n vrouw ook nog de voogdij. Halleluja, prijs de Heer. Ik vind het walgelijk, hoor. geen goed woord voor over. Dat kan ik je vertellen. Ja, dat kan toch ook helemaal niet. Dus dat nou. Ik laat maar even een pauze vallen, dat jullie snappen hoe erg het is. Scheiden is het mishandelen van een kind. Punt. Dat mag je dus nooit doen. En goed begrepen. Anders kom ik langs en krijg ik jullie billenkoek. Maar dat kan dus niet. Hè? Want ik weet niet eens waar je woont, man. Maar hou het even in gedachten. En wees dan, als je dat niet kan garanderen voor jezelf, wees dan heel voorzichtig met seks. Dan stap er niet zomaar plomp verloren in. Dan ga bij jezelf goed te raden of jij wel in staat bent om de verantwoordelijkheid voor een kind te dragen. Voor die eerste 14, 15, 16, 17 jaar. En daarna kan je altijd nog zien. Maar die eerste jaren moeten in harmonie verlopen. Heel goed begrepen. Wat je anders zo'n klein hummeltje aandoet, dat staat heel slecht op je karma. En er is geen enkele religie, overtuiging, levensovertuiging, in wat voor vorm dan ook, die dat soort misdragingen van ouders goedkeurt. En in vele religies wordt er gesproken over het moment van de grote afrekening. And you're gonna pay, baby. It's gonna be payback time. Snap je? Nou, dank jullie wel voor het luisteren naar deze beschouwing over scheiden en kindermishandeling. Ik hoop dat ik dit goed heb verwoord. Ja? En heel officieel zeg ik op zijn hamburgers. Tjus. En dag lieverds.